menselijk weefsel, zoals kraakbeen of bot, printen met een bio-3D-printer. Het is de bedoeling dat dat in de toekomst heel normaal gaat worden. De eerste opleiding ter wereld om dat te leren komt in Utrecht. Dit is de nieuwste 3D-bioprinter van het UMC Utrecht. Het printen van menselijke weefsels staat nog in de kinderschoenen. Een nieuwe opleiding van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het ziekenhuis en 3 buitenlandse universiteiten gaat zich helemaal richten op het maken van weefsels. Weefsels van kraakbeen, bot, spier en misschien nog wel meer. Dat kan deze printer nog niet. En daarom beginnen wij hier in Utrecht een nieuwe opleiding. Die heet Biofabrication. Om dus wel levende weefsels te printen. Om mensen op te leiden, een nieuwe generatie onderzoekers, die dit mogelijk gaan maken. Studenten die volgend jaar willen beginnen aan deze nieuwe Master Biofabrication moeten kennis hebben van chemie, natuurkunde, biologie, geneeskunde, informatica en robotica. Nou, eitje toch? We zijn echt op zoek naar topstudenten. En die moeten een goede gedegen achtergrond hebben en een interesse in zowel biologie als techniek. Deze studenten hebben wel interesse, maar ze zullen niet de enige zijn. Internationaal worden alleen de beste studenten toegelaten. Er komen 10 plekken in Utrecht. Het lijkt me echt heel erg leuk. En vooral omdat het echt iets heel nieuws is. En echt een nieuw veld. En ook met die uitwisseling naar Australië. Dat is echt wel heel gaaf eigenlijk. Een jaar daar naartoe. Ja, heel spannend. En ik zie ook zeker de toekomst van die bioprinter dadelijk in of voor de kliniek. Dit hele verhaal doet mij een beetje denken aan die kweekburger. Die hamburger die gekweekt is. Ja, dat is waar. Dat lijkt er in die zin heel erg op dat je daar ook iets kweekt met cellen. Wat een vorm is, alleen dan ga je het opeten. Dat gaan we hier niet doen. Maar we gaan hier denk ik nog een stap verder. Namelijk dat we een hele ingewikkelde vorm gaan maken die echt op de patiënt gericht is. Een kweekburger is in principe natuurlijk één vorm die altijd hetzelfde is. Maar wat we hier gaan doen is een vorm maken die echt helemaal op de patiënt getuned is. En iedere patiënt is daarin uniek. En wat kan er dan zo meteen gemaakt worden aan menselijk onderdeel? Nou, ik denk dat de limiet niet is wat de printer kan, maar de limiet is wat we kunnen met het combineren van cellen en materialen. Hele wilde ideeën om hele organen te gaan printen, dat ligt natuurlijk heel veel verder en dan hebben we het echt over tientallen jaren van ons vandaan.